We zien hier een fraaie Romeinse munt van keizer Trajanus. De munt is in Rome geslagen na de overwinning op de Parthen in 116 na Christus. Het interessante van dit soort munten is het feit dat ze niet alleen als betaalmiddel bedoeld waren, maar ook als propagandamiddel. En omdat de Romeinse legioenen ermee betaald werden, kwamen deze munten in alle uithoeken van het Romeinse Rijk terecht. En via handelaren overal waar handel werd gedreven. Als we kijken naar de voorzijde, dan zien we de keizer met eromheen een omschrift met al zijn geërfde en verworven titels. Zo staat er onder andere Optimo, de beste, Augustus, de verheven vorst. En lezen we dat hij de overwinnaar is van de Germanen, de Daciërs en de Parthen. Op de achterzijde zit de keizer op een verhoging en kijkt neer op de overwonnen vorsten en reikt hun een kroon aan. Met andere woorden, jullie mogen wel koning zijn, maar ik, de verheven keizer, ben vanaf nu de baas. Hun land werd dus gewoon ingelijfd bij het Romeinse Rijk en zij mochten slechts als zetbaas functioneren. Zo zie je dat de munt een prachtig middel kan zijn om het volk in alle uithoeken van het Rijk op de hoogte te brengen van de politiek die de keizer voorstaat.